deze onwijs schone ramen zie je al staan, de 9,50. Daar gaan de mensen in rijden. We gaan eerst even die mensen pesten om te vragen wat ze denken dat het gaat worden. Ik heb zeker wat met z'n. Oké, en nu rij je een? Ik durf het bijna niet te zeggen hier, maar het is een Audi. Okay. Wordt dat de volgende auto, die 9,50? Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Het ligt aan deze test. Misschien valt hij reuze mee, misschien valt hij zwaar tegen. We gaan straks nog een keer vragen. Of, en ik wil natuurlijk bij mevrouw Gelsing te reden. Gaan we! Okay, ja. Ja, we zitten dan samen met Victor Muller, grote baas van Saab tegenwoordig. Nou. Hebben we nou ooit gedacht, jeetje, waar ben ik toch aan begonnen, die aankoop? Nee, niet meer nadat we de aankoop met succes hadden voleind, maar in het proces naar de aankoop. Dat was een heftig traject. Toen heb ik honderden keren gedacht, is dit iets wat we moeten willen? Het was 90 dagen, 20 uur per dag werken. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Maar ja, weet je, het enige wat telt uiteindelijk is het eindresultaat. We hebben het voor elkaar gekregen, dus wij piepen nergens meer over. 300 pk, 6 traps automaat. 2.8 V6. Vanaf prijs 73. Waar zitten wij nu in? Even kijken, die bijzonderheden. Moet eens gas geven? Ja, doe eens. Oh ja, dit is wat beduidend anders. Ja, nu voel je de rug ook heel goed. Ja. 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 Ja, hadden we daar kwamen we voor. Gekomen. De Saab Power. Eén positief effect van de Perfect Storm, afgezien van het feit dat wij Saab hebben kunnen kopen, is dat er een compleet nieuw denken is ontstaan in de auto-industrie. Dat nieuwe denken is gericht op maar één ding. Hoe brengen we ons break-even punt omlaag? Het grote voordeel voor Saab is dat Saab nu beslissingen kan nemen die goed zijn voor Saab en alleen voor Saab. In het verleden werd Saab natuurlijk opgeschreven met beslissingen die GM nam, die goed waren voor Cadillac en Opel en Hummer en Saturn, maar niet noodzakelijkerwijze goed voor Saab waren. Geen enkele autofabrikant heeft momenteel, denk ik, meer dan 70% of 75% unieke onderdelen in zijn auto zitten. Bijna alles is shared parts. Dus twee dingen. We kunnen nu de dingen doen die goed zijn voor Saab zelf. Dus weer echte Saabs bouwen. En we kunnen de partners kiezen die het beste zijn voor de toekomst van Saab. Naar mijn mening zouden we over een paar jaar een product line-up moeten zien van Saab 92. De kleine premium Saab. De Saab 9-3, uiteraard in al zijn varianten. Het nieuwe model komt in 2012. Ontworpen door Jason Castriota. Geloof me, een echte Saab. Beeld en beeldschoon. Saab 9-5, schitterende auto. Epsilon 1 platform kan nog jaren verder. En dan uiteraard de 94X, de crossover. De eerste crossover die Saab ooit zal voeren in zijn productengang. Half metertje nog. Meter? Halve. Oh ja, maar mogen laten staan. Ja, super. Hey, hoe was het? Goed. Ja? Leuk. Goeie auto. Er zitten wel wat dingetjes in, maar goed, over het algemeen heb ik goede indruk. Ja, dat zeker. Ja. Wat zijn de dingetjes? Plastic, vette vingers, kleine achteruit. Maar dat zijn details. Ik bedoel, als het gaat om rijden, is het een goede auto. Zit hier mijn speakbriefje te filmen? Oh, nee. Ja. Wat is dat Saab DNA? Ik bedoel, ik kreeg bijvoorbeeld ook een vraag van onze bezoekers van ja, en Saab wil concurreren, een BMW, een Mercedes. Wanneer komt er een achterwiel aan de rijver? En toen dacht ik, nou, dat. Ja? Ik kan je verzekeren, een achterwielaandrijver komt er niet. Ja, met name wat je bij Saab zult gaan zien, is vierwielaandrijving. En we hebben de prachtige Haldex vierwielaandrijving met, dat noemen ze crosswheel drive, die dus alle wielen tegelijk met elkaar laat communiceren. Die is nu ruim verkrijgbaar op 9.3 en 9.5 modellen. Real-time damping, je kan hem ook op andere damping zetten. Oh, hier? Ja. Even anders, hè? Waar Saab dan toch voor staat. Dat hebben we vandaag wel beleefd, ook in de 9-5. Mooie piloot in het dashboard. Ja, wel erg van gecharmeerd. Is de volgende woord een Saab? Wie weet. Hoe was het? Goed. Ja. Ja, maar wat vond je de auto? Nou, leuke vuurtjes. Hè? De display zo, een head-up display, dat was heel leuk. Automaatje. Ja, ik rijd zelf geen automaat, maar het rijdt prima. Mensen zeiden ja, en dat is leuk, en dan had ik een Saab willen rijden. Maar die leaseprijs die waren belachelijk hoog, want de restwaarde werd op nul gezet. Want ja, die auto's zijn onverkoopbaar, merken straks verdwenen. Is dat opgelost of is het er nog steeds? Nee, dat is helemaal opgelost. En het heeft alles te maken met het feit dat wij een wereldwijde deal hebben gemaakt met GMAC. De vroegere financieringsarm van General Motors, nu niet meer. Het is nu een onafhankelijk bedrijf. En dat was een van de, misschien wel de vijfde belangrijke overeenkomst die we moesten sluiten in het kader van de deal. Want zonder financiering
voor dealers en eindgebruikers, dus retailfinanciering, kun je tegenwoordig helemaal geen autofabriek meer runnen. Dat kun je vergeten. Autosport, rally rijden, Saab, sportief merk, gaan we weer wat zien? Ik moet altijd een beetje lachen om de media coverage over dingen die gewoon uit de duim zijn gezoogd. We hebben nog nooit serieus gesproken over een entree in de World Rally Championship. Als we in de motorsport zouden gaan, zou dat de enige plek zijn waar we thuis horen, naar mijn mening. Ja, een nieuwe aanschaf is mij dan even wat te duur. Maar wie weet een tweedehandsje over een paar jaar. Gewoon even sparen. Dus het zit er dik in, denk ik dan, hoor. Ja? Ah, mooi. Hey, we hebben een auto verkocht. We hebben een auto verkocht. Waar kan ik mijn commissie ophalen? Ja, je denkt natuurlijk, waarom staat de jongen hier? Nou, hier is het lekker warm, want de auto's zijn op zich lekker gebruikt. Iedereen heeft goed kunnen genieten om zijn auto's even goed te testen, nieuwe 9-5. Nou, we hebben even met Victor bijgepraat over het avontuur wat Saab heet. Ja, het is nogal wat. Wat hij gedaan heeft en wat hij van plan is. En ik ben echt oprecht benieuwd waar dat naartoe gaat. Nou ja, over een paar jaar gaan we hem weer spreken. En dan gaan we het gewoon kijken hoe dat is gelukt. En ja, 9-5. De reacties van de mensen die hebben gereden spreken voor zich. En als je benieuwd bent hoe die 9-5 rijdt en dat zelf eens wil ervaren. Te zeggen, maak een proefrit. Het kan. Kijk maar.